allemaal en welkom terug op de Voetbal Review Show. Nog steeds onderweg naar Leuven. Tweede video hier, of eerste video, ik weet niet welke geeft. Afhankelijk hoeveel dat ze hebben bekeken. Hè? Ja, exact. Ofwel eerste ofwel tweede, we zijn still on the road. We gaan dus de match kijken naar Leuven. We gaan kijken naar Chelsea-Liverpool. Finale van de Carabao Cup, excuseer. Ja, finale van de Carabao Cup. De match speelt zich af in Leuven natuurlijk. Nee, het is in Wembley Stadion, maar we gaan in Leuven kijken in de pub. Dus ja, nee, we dachten als preview, omdat we geen deftige preview kunnen doen, dus we dachten gewoon om snel een combined 11 te maken van de spelers die nu bij beide clubs spelen. Dus exact. Een soort van elftal van de beste spelers van beide clubs. Dus ja, I guess we beginnen met de keeper. Ja, sorry, maar ik moet het doen. Nee, sorry, echt niet. Bro, Alisson. Champion of Europe en Champion of Africa. Ja, oh sorry dat Alisson niet Afrikaans kan. Ja, nee, maar still, bro. Maat, hoe dat Alisson uitvoetbalt, enkel Ederson is op zijn niveau in de Premier League. Bro. Er is echt, en op zijn lijn, als je zegt, Mendy is beter, hij is niet insane veel beter op zijn lijn. Hij is ook qua saves. Terwijl Alisson kan veel beter uitvoetballen dan Mendy. Nou, voor mij is het 100% Alisson. 100%. Mendy is echt super high in de rankings in de Premier League. Hij voor mij echt top 3. Deze. Oh, is dus Mendy kan beter uitvoetballen dan. Nee, dan niet. Ah. Maar bro, hij is champion of Europe. Ja, maar maat, Alisson heeft ook een Champions League in de Premier gewonnen. Hè? Ja, en heeft ook een Copa America ook gewonnen. Het jaar dat wij de Champions League hebben gewonnen. Dus ik wil zeggen. Fair enough. Allee, ja, dat is. Nou, alles wat deze allow ik Alisson. Yes. Rechtsback naar van rechts naar links. Rechtsback, sorry, maar Trent 100%. 100%. Bro, Reece is ook wel up there, bro. Maar up there, Trent is the guy. In de Prem, ja, les. Ik geef het wel aan het aantal assist en het ding is, hè, je kunt zeggen, ja, ik kan niet verdedigen, bla bla. Maar dat is. Het ding is, kijk, Reece kan beter verdedigen dan Trent, dat is waar. Maar Reece scoort ook wel veel, zo. Maar het aantal, ja, oké, maar het aantal assists dat Trent geeft. Voor het een beetje minder goed dat hij kan verdedigen is. Ja, maar Ries scoort ook wel soms. Gewoon. Ja, hoeveel goals heeft hij? Want Trent heeft momenteel 10 assists in de Premier League. Dat is wel sick. Dus ik wil zeggen, dat is crazy. Nou, echt gaan checken. Maar zie, jij moet checken, ik weet gewoon. Ik weet fact dat Trent beter is dan Ries. Bro, maar there is no competition. Bro, wacht, we gaan gewoon kijken. Maar weet je, ik ga niet altijd Liverpool spelen zeggen, by the way, maar. Voor rechtsback en keeper is het echt wel nook. Allee, voor een paar andere plaatsen ook, maar. Je zou echt. En vier goals. Je zou echt Trent hebben in een heartbeat over Reece. Voor Chelsea. Echt makkelijk. Super, man. Want en plus, Reece speelt niet eens veel rechtsback. Ja, maar academisch speler, bro. Ik denk niet dat ik hem Trent over hem zou hebben. Want hij speelt nog pas op de proefstof. Ja, Trent niet ofzo. Ja, maar hij trent dan niet zo veel spelen voor ons. Ja, maar Ries dan ook niet voor Liverpool. Ja. Nou, sorry, maar voor mij is het echt 100% Trent. I'll give you this one. Weet je wat? Centerback, ik allow Rudiger. 100%. En ik denk dat je Van Dijk, ja, sowieso. Van Dijk en Rudiger. Van Dijk en dat is een bro. Solid. Dat is een solid back too, bro. Hey, maar Rudiger is echt sick, bro. Rudiger, dus we hebben momenteel Alisson, tank. Trent, Rudiger, Van Dijk. Dat is al een fucking insane team. Left back. Links back. Wie het gaat? Chilwell. Ja, maar hij is geblesseerd nu at the moment. Dus. Maar stel, ook al is hij fit. Hij was echt decent, hij bro. Hij had wel zijn momenten zo. Hij is zo ik diep zou wel niet over Robertson zetten, eigenlijk. Shit, bro. Eerlijk. Ik denk ook van niet. Maar het ding is, hij was echt wel fucking goed. Ja. Met zijn momenten, maar ja. Max, blessure happens to everyone. Robertson. Ja, Robertson is goed. Dan hebben we CDM. CDM, ik haal een Fabinho, maar ik geef toe Kanté. N'Golo, Kanté. Dus ja, echt wel insane. Ja, Kanté is. Dus voilà, geen discussie mogelijk eigenlijk. Kanté, period. Dan, ja, zo de mid of zo aanvallende midden. Het ding is, bro, we hebben zoveel spelers dat vaak zo van positie veranderen. Ja, maar je mocht er voorstel doen. Alles. Want ik wil zeggen, box-to-box vind ik Henderson wel echt insane. Zo om meters te lopen en met ja, een vuile werk. Dat is wel waar. Vind ik Henderson wel, allee, zo, zoals een beetje underrated ergens. Dat is wel waar. Waar
ik weet niet, dat gaat met Henderson. Henderson is goed, man. Maar het ding is... En dan, maar voor het aanvallende middenvelder, jullie hebben eigenlijk Pulisic, Havertz, Mount. Wij hebben eigenlijk niet echt een nummer 10. We hebben Pulisic, Havertz, Mount. Ja, ik zou Mount zetten. Ja, eigenlijk echt wel Mount. Mason. Dus rechts voor mij, no discussion. Salah, Mahmoud. Links hebben jullie links, dan Pulisic, ja. Maar dingen is... En we hebben Mané. Mané is kampioen of Afrika, soms gemaakt, want dat is niet zo relevant met het programma. Het ding is, hè, had je mij 3 jaar geleden, of dat was 2 jaar geleden, had, Mané, had ik Mané gezegd 100%. Maar nu is dat zo'n twijfelgeval. Want Pulisic is echt goed bezig, man. Maar het ding is, ik vind wel... De verwachtingen zijn wel hoger van Mané dan bij Pulisic. Ja, sowieso, want Pulisic is jong speler, net van Dortmund. Dat vind ik wel echt een moeilijke. Ja. Ik geef het wel aan Pulisic, denk ik, to be honest. Maar weet je wat, je hebt me gelaafd, verdedigingsziek. Ja, want hij is echt goed bezig, maar echt fucking goed, zeker voor zijn leeftijd. Ja, bro. Dus I'll give it to him. We allowen de brand weer hier ook even. Ja. Voor Strijker, bro. Ik zeg Jota, die is zo goed bezig dit seizoen. Ja, Jota, ik allow je. Dat was zelfs niet onze spits, hè, want dat was Firmino en dan Firmino was geblesseerd. Jota is echt goed bezig. Naast Salah de topshooter in de Premier League. Dat is fucking goed. Want het ding is, bro, als ik zo een fucking twat was, zou ik nu Lukaku beginnen. Nou, sorry, maar ik zou echt niet gelouden hebben. Nee, maar tuurlijk niet, ik zou mezelf niet gelouden hebben, bro. Homie had 7, de balboy had meer baltouches, maar bro, ik had een violation gezien, dat zeg ik zwak. Maar dus Jota is dan nu... Ja, Jota. Maar dus, wacht even, dat team is insane, by the way. Alisson, Trent, Rudiger, Van Dijk, Robertson, Kanté, Henderson, Mount Salah, Jota en Pulisic. Hey bro, they would fuck City up, bro, by the way. Hey City, watch out, we're coming for you. Chelsea, bro. Bro. If Lukaku has more than 7 touches in the Carabao Cup final, we'll give away a secret shirt. Oh, maar weet je, een van die 7 touches was de aftrap. Kick-off, dus 6. Happens, nee, dus, het is niet van dus. Bon, we komen aan in Leuven, om plaats te vinden, I don't know, maar we zullen zien. Wat is je prediction voor vanavond? Allee, voor straks eigenlijk. Bro, maar zo, wat mijn hart hult of wat ik denk dat gaat gebeuren? Pretty much the same, no? Of niet? Nee. Wat denk je dat er is? Ik wil dat we. Ja, ik wil dat we. Jij wilt dat jullie 5-0 winnen? Nee, ik wil dat we 2-1 winnen. Oké. En wat denk je? Mijn hart wil dat. Ja, want dat is de realistische score dat we zouden winnen. En in here? In here, ik denk dat jullie echt wel gaan winnen, bro. Ik denk dat 2-1 gaat eindigen voor jullie. Ik zeg 2-0 Liverpool. 2-0? Nah, bro, allow it, fam. You don't know about King Kai. Havertz scored. Doesn't miss in the cup final, bro. Just so you know. Oh, Havertz is unmarked and scores. And the flag's up again. Would you believe it? Ik weet nu dat je het... Ja, ik weet het. Maar het ding is, bro, ik wou mijn stat komen, maar ik ga Michel houden. Normales. Nee, ik heb hem al echt geviolet. Al 3 afleveringen elke keer. Ik ga Michel houden. Ik denk wel dat Liverpool... Kijk, dat is echt meer cup final goals dan Thierry Henry. Liverpool is wel echt in een goede spiraal, zoals ze zeggen, momenteel. Ja, dat is wel waar. Dat is echt wel fucking goed. Zeker na een 6-0 overwinning op Leeds. Luis Diaz die dan erbij is gekomen aanvallend. Ook al start Luis Diaz niet, maar als hij erop komt. Hij speelt goed. Zat je ook al je verdediging dat dan een beetje meer vermoeid of zo? Mm-hmm. Dat is iemand die heel. Gewoon heel snel is, heel vinnig. Dus. We weten hoe. Thank you. We weten hoe traag onze verdediging echt wordt. Ja, zo van nog eigenlijk. Bro, op het einde van die match, Alonso gaat niet meer kunnen lopen. Alonso niet. Dat is wel waar. Just so you know, die man gaat niet meer bewegen. Ik had eigenlijk niet gedacht dat Chilwell zo'n groot probleem ging zijn. Want uiteindelijk is dat wel echt... Maar jawel bro, hij is uit tot het einde van het seizoen. Ja, maar ik dacht niet dat dat zo...
Ja, want wat voor Martinez bij wie heb je anders? Martinez, Kanté was ook geblesseerd. Ja, maar wie heb je anders op die positie? Maar ik zou Moustique terug geweest en zou ik met Chiron achter hebben gespeeld. En met Reese op rechtsback. En wie links? Ja, je want als je met 4 van achter speelt, moet Aspilicueta dan niet zoveel kilometer zo, snap je? Want als je met 5 van achter speelt, moet de back eigenlijk heel de flank nemen. Terwijl, ik denk dat je, als, ik weet niet, ik zeg dat maar... Ja, want Thiago speelt ook, snap je? Want het ding is, misschien had ze dat in gedachten, maar dacht ze van ja, Aspilicueta gaat dat denk ik nooit volhouden. Ja, dat nee, tuurlijk niet, snap je? Die man is oud aan het worden, snap je? Ja, oké, ja. Want je hebt wel genoeg centrale verdedigers. Ja, we moeten een left-back halen voor als reserve, want Alonso is ook op zijn laatste breath, denk ik, aan het geraken. Ja. Dus ja. We zien jullie straks terug na de match. Jullie zijn terug op misschien wel sfeerbeelden van in de pub, I don't know. Ja, we shall see. We shall see van wanneer wij Chelsea de titel op heeft. Inshallah. Nee, maar dus ja, we zien jullie straks terug. Pow! Peace! Oké. De bevestigde opstellingen. Ja. Eerst Chelsea, ladies first, you know. Mendy, Chalaba, Silva, Rudiger. Aspilicueta op rechter wingback. Kovacic, Kanté, Alonso op de linkerkant. Waar is Reece? En dan de front three, Mount, Havertz, Pulisic. Waar is Reece? Niet op 12. Oh my days, bro. Zo kunnen ze toch niet zijn. Hij staat gekneusde hamstring. Happens to the best of us. Oké, dan respecteer ik het, dat is een goede opstelling. Voor Liverpool. Is dat Havertz? Ja. Alles, ja, is goed. Voor Liverpool, Keller in Tool. Alexander Arnold. Waar is Alisson? Ja, maar hij speelde in de league, dus hij heeft denk ik geluid om dat hij speelt. Oké, fair enough. Maar hij is echt nog decent, hij is niet goed als Alisson, man. Alles. Trent, rechtsback, Matip van Dijk, Robertson. Want in het midden Henderson, Thiago. En dan front three, Luis Diaz links. Nice. Dus de front three, Luis Diaz links, Mané in punt en Mohamed Salah. Dus Luis Diaz in een finale starten. Fair enough. Niet slecht. Ik vind dat wel ook een goede keuze. En Jota kan er dan opkomen, moest het nodig zijn. Ja. Heel dynamische front three. Mm-hmm. Dus ja. We'll see you again later to see how it goes, but beloofd. We're back. And we're back. The match is gedaan. Let's go! Intense match, bro. Intense match. Voordat ik iets zeg, ik had zoiets van, moesten we echt veel beter geweest zijn en Chelsea hebben afgemaakt, dan zou ik gewoon zoiets gehad hebben van, ik ga ver zo'n tegen Kian dit en dat, maar... Wat een match, hoor. Insane, bro. Het was letterlijk de meest intense 0-0 dat ik heb gezien. Ja, echt voor een 0-0. Echt dat was mad. Een disallowed goal van Van Dijk dat ik persoonlijk vind dat wel mocht staan. Ja, ik vond het van ook. Maar wacht, voordat we into het gaan. Ik moet gewoon zeggen, voordat we wat dan ook zeggen. Ik moet echt props geven aan Chelsea, want ik had eigenlijk niet echt verwacht dat Chelsea zo zou domineren. Ja, ik had ook niet gedacht dat het zo intens zou zijn. Het is donker ondertussen, dus... Ja, het match heeft 3 uur geduurd, dus... we do whatever we can. It is what it is. Ja, nee, ik was aan het zeggen, Chelsea heeft echt nog zo gedomineerd, of zelfs wanneer Liverpool de bal had, voor heel lange tijd in de match, ook al had Liverpool meer kansen, had Chelsea de betere kansen. Ja. Ik moet dan denken aan de vijfde minuut, Pulisic. Dat van Mount. Mount die op de paal trapt. Another day is echt paal. Ja, het is dat. Maar ik moet zeggen, beide keepers hebben wel echt een goede match. Vooral Mendy. Ik vind het grappig dat we de combined hebben gedaan, want Mendy heeft zo'n insane game. Mendy heeft ons gehoord, dat kan niet anders. Hij dacht van, I'm gonna convince G today, then I'm the best keeper in the Premier League. Ja, dus echt shout-out. Alles nog steeds goed. Shout-out Mendy, bro. Maar Mendy heeft een insane match, echt een paar keer. Insane. Een paar keer, zoals met die, was het Alisson? Van Dijk. Van Dijk, header. Ja, insane. Ik zoiets van, want dat kwam door zoveel man. Snap je, die bal last minute. Ook zo, dat is ook... En ik spreek uit ervaring. En voor Keller eigenlijk ook heel insane, vaak. Ja, goede match. Waar Chelsea van heel dichtbij trapt en nog zo toch de reflex had om zijn voet te zetten of zo. Of zijn arm bij Pulisic.
Ja, voilà, insane reflex. Dus, maar echt wel crazy wedstrijd. Fucking sick. Ondanks de 0-0 toch, ja. Wel, ja, toch wel wat kansen uit. Heel veel kansen. Veel, gewonnen internet over. Ja. Veel goals die niet werden toegestaan. Een paar dat ik zo soms dacht van wow, dus de eerste dus, van Chelsea. De eerste was Liverpool. Nee, maar de eerste van Chelsea dan niet telde, dacht ik van oké, dit zit erin. Yeah. Dus ja, de eerste van Chelsea, dus ja, eigenlijk, oké, laten we beginnen bij het begin. Van Dijk. Van Dijk, de goal van Matip. Ja, wow, dus... wat is dat voor u? Is dat dus vrije, wacht, we gaan gewoon een beetje details geven misschien. Ja. Vrije trap, Trent draait hem naar de tweede paal. Ondertussen staat Keita daar. Ja, Keita stond daar terug. Ja, ik kan me niet meer herinneren. Dus, maar alleszins, ja. Dus hij speelde wel terug naar de andere kant, naar... naar Matip toe, Matip zet hem erin. Maar opeens komt VAR. Ze zeggen dat dus de referee gaat kijken voor offside van Van Dijk. Dus eigenlijk. Van Dijk doet eigenlijk niet mee aan de actie. Nee, maar, hij houdt gewoon. Hij blokkeert drie zijn weg voor zo'n 3 seconden. Maar eigenlijk gezegd. Ik zou het geallowed hebben en die andere Chelsea fan daar ook toe gaan. Ik zou niet gedacht hebben dat er een Chelsea fan daarover zou zagen. Moet Ik ging toch echt niet klagen en de andere Chelsea fan was ook van ja, les, weet je wel. Ik moet eerlijk zijn, zelfs die goal van Lukaku, ja. Dat was ook zo'n vreemd moment, want... Die lijn werd die in één seconde getrokken. Dat was insane, maar bon. En het was ook zo nipt, ik weet niet, ja... We gaan zien, ik bon, dan twee goals van Chelsea die wel duidelijk offside waren. Er was eentje ervan, dacht was, ik, in real time. Ja, in real time. En de andere was gewoon, wow. Die van Havertz, zeg, ja. Maar bon, insane match, dat komt op verlengingen. Ja, niks gebeurd tijdens verlenging buiten die goals, maar ja. Twee van Chelsea, dan niet geluid worden, maar bon. En dan die penalties. En dan pens 11-10. Ja, crazy, de eerste, maar ik heb hem mis. Bijna al de penalties die werden getrapt op een paar na werden wel echt super getrapt. Ja, echt wel. De ene waar ik instant aan denk is die van Dijk. Kepa stond in die Kepa stond aan de goede hoek. En hij wou dat Van Dijk dan de andere hoek nam. Maar Van Dijk bleef bij zijn keuze en trapte gewoon in de haak. Ja. Dat was ook weer. Toch had Kepa hem niet. Wat vond je eigenlijk van de beslissing van Kepa te laten spelen? Nee, ik zou het niet anders hebben gedaan. Nee? Als je kunt niet weten dat tot daar gaat geraken. Nee, dan niet, maar... Want Mendy had een goede match bedoeld. Ja, dat is maar het ding is altijd dat, moeilijk om... Ja, ze hebben het gedaan op tegen Villarreal en het heeft gewerkt, snap je? Dus... Het ding is, dat is wat ik ook zei tegen u, van misschien heeft Kepa zich echt gewoon gefocust op penalties. Ja, dat kan waarschijnlijk. Dus ja, je hebt wel. Het is wat het is. Dat is een super goede match. Allee, ik neem het Kepa niet kwijt, maar het was wel een verschrikkelijke penalty. Ja, wow, bro. Dat was een field goal, bro. Hij heeft gewoon een uittrap gedaan. Dat was echt, gebeurt, maar het was ook zijn eerste trap van de match. Ook. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Dus. Maar bon. Ik wil wel een shout-out geven naar Diaz. Luis Diaz. Insane match. Jesus, super gevaarlijk op de flank. Echt zo levendig. Ja, vif, zoals in Frans. Zo snel ook gewoon, ik weet niet. Dat exact. Ik ben eigenlijk zo verbaasd hoe snel dat hij in dat Liverpool-team thuis voelt. Ja, gewoon goed speelt. Ik kan ze heel vaak. Allee, ja, dat heeft wel gezien, even, ja. Dat is bij Robertson eigenlijk. Bij hem heeft dat toch wel een tijdje geduurd voor alleen dat hij basisspeler werd. Dus heel tevreden met hem. Ook een dikke shout-out naar Kovacic en Thiago Silva. Ja. Insane match. Ja, bon, Edu Mendy hebben we al over gehad. Hij kon echt niet meer doen. Letterlijk. Nee, ook een dikke shout-out naar Mount toe, ook al heeft hij een paar zitters gemist. Hij heeft toch zijn best gedaan, maar bon. Er zijn wel een paar acties dat ik dacht van, dit moest erin doen. Ja, maar bon. Het is wel... Maar ik weet niet, ik vind dat het zich gewoon niet hard moet aantrekken. Nee, want de Timmy Salah heeft ook een redelijk goede actie gemist. Ja. Mendy komt wel heel goed uit. Hè. Ja, again Mendy. Maar ja. Deze match heeft mij eerlijk gezegd wel een beetje hoop gegeven voor het rest van het seizoen. Ik was heel impressed met Chelsea, want zoals ik zei, ik dacht echt dat Chelsea totaal niet zoveel ging domineren. Ja, ik domineren, ook. Ik wil gewoon zeggen dat Liverpool eigenlijk niet heel veel goede kanten tot op het einde wel. Hè. Zoals op het einde van de reguliere tijd had Liverpool wel wat kansen gehad. Maar exact. Ik had wel echt verwacht dat Liverpool meer baas zou zijn. Dat was niet het geval binnen.
goede game management van Tuchel ook. Ja, ja. Eerlijk bro, ik ben echt blij met Tuchel bro. Sowieso. Maar het ding is eigenlijk dat de gamechanger uiteindelijk is Kanté, Kovacic. Ja, 100%. Die hebben dat gelocked down daar op middel bro. Ja, nee, ik vond, ik zei het, super insane mooie match. Heel intens match. Het was de 3 uur waard bro. Ja, ja, en hoe lang die penalty ook hebben geduurd, echt crazy. Echt crazy. Ik weet niet of er de Liverpool fans van in de pub aan het kijken zijn, maar shout-out naar jullie. Insane vibes. Salmens ook, dus wie is naar jullie toe, proficiat. Ik ben echt niet kwaad of zo. Het was een insane match. Ik kan niemand kwalijk nemen. Kepa ook niet, ook al het hart van me over. Hij heeft echt zijn best gedaan voor die pens. Dus is what it is, bro. Het zijn penalties at the end of the day. You win some, you lose some. Maar bon, ja, ik zeg het, voor ons als channel heeft een aparte soort van video, meer een vlog. Ja, het was meer vlog, dat type of video, maar. Maar ja, ik vond het wel leuk. Het was echt zo. Weet je, wij leven niet zo dicht bij Leuven, maar ik vond toch dat we zijn geweest. En de sfeer was sowieso top. Zelf vibes. Nog iets toe te voegen? Nee, jawel, één ding. Abonneren. Don't forget to like, comment, subscribe. En we zien je allemaal in de toekomst terug. Yeah. Ciao.